Ja, ik ben hier bij de Posthoorn en het is niet zomaar een dag, want ze hebben een ster gewonnen van de Michelin-gids. Kun je daar wat meer over vertellen, Mark? Ja, Michelinster, waarschijnlijk wel bekend. Het is een prachtige onderscheiding van Guy de Michelin. Elk jaar moet je hem weer verdienen. Dus je krijgt hem per jaar toegekend. Dus eigenlijk heb je hem elk jaar weer toegekend gekregen. Of hij wordt afgenomen en wij hebben het geluk gehad en het harde werken ervoor beloond dat we weer een ster toegekend hebben gekregen van Michelin. Ja, dus je hebt hem eigenlijk behouden, hè? Je hebt hem eigenlijk behouden, ja. Zo zou je het eigenlijk kunnen noemen, ja. Ja. Hoeveelste keer is het dat jullie de sterren? Is het nu het tweede jaar? Nee, we hebben hem in 2008 gekregen voor het eerst. Dus dan heb je hem gekregen voor het jaar 2009. Ja. En dan, dus nu 2016, is eigenlijk 10 jaar. Jeetje, nou dat is toch ook fantastisch, hè? Want het was ook een restaurant, die had hem nu 20 jaar. Dus jullie hebben nog wel iets om tegenaan te kijken, hè? Ja, we hopen niet dat we hem 20 jaar 1 ster houden. We hopen uiteindelijk misschien toch nog ooit nog wel eens wat meer te gaan krijgen. Maar eerst maar blij zijn met wat we hebben en dan proberen altijd weer een stapje beter te worden. Ja, precies. Want waarom krijg je nou een ster? Om 1 ster, hè? Laten we daar eens mee beginnen. Wanneer krijg je nou 1 ster? Nou, ten eerste weet eigenlijk niemand wat exacte criteria zijn. Er is niet een meetlat waarlangs je neergelegd wordt. Het is eigenlijk een onderscheiding voor hetgeen je doet. En daar zit wel een bepaalde continuïteit in. En met name wordt er gemeten op de kwaliteit van het eten. Ja. Dat is een beetje de basis, maar er is niet echt een. Het gaat meer om de eigenzinnigheid van de ondernemer en van de kok. En de herkenbaarheid van het signatuur van hem, waarvoor je hem eigenlijk krijgt. Ja, oké, want hoe krijg je dan 2 sterren? Dat weet je dan eigenlijk niet? Nee, eigenlijk dat weet je ook niet. Maar uit ervaring en van wat andere collega's doen en wat je ziet bij anderen, kan je natuurlijk wel een klein beetje eigenschappen herkennen waaraan je wellicht gemeten zou kunnen worden. Maar dat blijft altijd een grijs of donker gebied. Ja. Waarbij je gewoon eigenlijk toch wel een bepaalde kwaliteit moet nastreven op alle gebieden. En met name die 2e ster, dan kijken ze ook wat breder. Dus ze kijken ook wat meer naar het totaalplaatje, de totale ervaring. En nog meer naar de creativiteit en eigenzinnigheid van de chef. Ja, en ook naar de soorten wijnen, hè? Zeker, ja. We hebben nu dan 100, 140 verschillende wijnen. En eigenlijk dat is een beetje zo ons minimum waar we ook wel mee moeten werken. Om gewoon de kwaliteit te kunnen garanderen. Mm-hmm. En ook de creativiteit en de verschillen in wijnen te kunnen laten beleven. Maar we zitten wel te kijken om ook dat op te schroeven naar meer wijnen. Dan ga je toch naar 200 plus, zeg maar. Ja, precies. Dan heb je ook echt een sommelier voor nodig, maar die hebben jullie in huis, hè? Die hebben we in dienst. Dat is Edwin. Die staat nu ook wijn te schenken, hoor ik. Ja. Want we zijn gewoon diner aan het draaien. Dus we zijn ook nu gewoon volop aan het werk. Ja. En we hebben een sommelier in dienst. Dat is Edwin van Egmond uit Monnikendam. En die staat bekend om zijn prachtige wijnarrangementen. Dus dat is... Ja, precies. Ja, gisteren hebben jullie natuurlijk die ster gewonnen. Dus wij stonden hier al voor de deur. Maar toen waren jullie gesloten. Altijd op maandag. Dus ook gisteren. Dus vanavond weer gewoon open. Gebeurt er nog iets speciaals vandaag? Nee, gewoon heel hard werken. Ja. Eigenlijk, ik ben vanochtend weer vroeg begonnen. Om 8:30 waren we hier. En ons vak is gewoon eigenlijk heel hard werken. En heel veel uren maken en met z'n allen doen natuurlijk. En we hebben natuurlijk wel gisteren even met elkaar gebeld en geappt en een feestje gevierd, zeg maar allemaal. Maar het blijft natuurlijk altijd wel gewoon, het is gewoon een vak wat beoefend moet worden en we gaan vandaag gewoon weer verder. En de gasten verwachten vandaag ook wel gewoon weer topkwaliteit. Dus wij moeten gewoon weer in dienst staan van onze gasten. Want de sommelier is natuurlijk heel belangrijk, maar vooral ook de kok. Maar die is nu heel druk aan het voorbereiden, dus we kunnen hem niet even bij de camera halen. Nee, de chef is eigenlijk vandaag vrij. Dus, maar de sous-chef is wel aanwezig. Je kan straks wel even in de keuken een blik werpen. Maar hij is inderdaad nu al druk bezig. Want de amuses van het diner die worden nu al geserveerd. Ja. Dus die is inderdaad druk bezig. En het is inderdaad echt een team effort. Je hebt natuurlijk de chef, maar ook zeker de sous-chef. Die natuurlijk heel belangrijk is. Edwin de sommelier. Ja, en ik mag dan ook nog een beetje meedoen. Ja, precies. En wat vind je nou zelf het lekkerst om te eten? Oh, jee. Ik vind dat de vraag is niet helemaal correct. Nee? Oh. In die zin dat het hangt van het moment af. Oh, ja. Kijk, ik vind het heerlijk om gewoon 's middags een lekkere salade te eten. Met geitenkaas, beetje honing erop en dergelijke. Beetje balsamico siroop. Weet je, dat is gewoon als je gewoon even het makkelijks wil eten. Klein broodje erbij, lekker geroosterd met een beetje knoflook erop. Heerlijk. Maar aan de andere kant, als je luxe het eten wil, dan en ik zou hier gaan eten. Dan moet ik zeggen, dan zou ik... Zeker niet overslaan de tussengerechte vis van de chef, want die zijn echt waanzinnig.
Die vind ik echt een van de lekkerste die ik ken. En als we Waterlandse haas hebben, we hebben jagers die voor ons jagen. Oh. En als we dan echt Waterlandse haas hebben, zoals we nu weer ook weer in huis hebben. Ja, dat is zo weer gelukt. Knabbelt je een pootje mee. Dan doe ik zeker mee. Ja, dat vind ik echt een van de mooiste smaken en gerechten die er is. Ja. Nou, het is ook helemaal klaar voor de kerst. Qua sfeer in ieder geval. Ja. Ook het menu is al helemaal uitgedacht. Ja, dat moest. We hadden de eerste aanvraag voor kerst eind augustus. Oh, okay. Dus moet je voorstellen, het was nog zomer. Dus meestal rond september gaan we voorbereiden voor de kerst. En in oktober, begin november, hebben we het menu klaar. En dat is nu ook al bekend inderdaad. Okay. Ja, ja. Geen Waterlands haas? Nee, helaas wordt er niet genoeg geschoten om het Waterlands haas op de kaart te kunnen hebben met kerst. Waterlands haas is eigenlijk een gerecht wat we gewoon alleen hebben als de jagers gejaagd hebben. En als ze een week overslaan of ze hebben een keer minder geschoten, dan is er dus ook geen haas. Biologischer en duurzamer kun je het ook niet hebben. Maar je bent wel afhankelijk van wat de natuur ons brengt. Ja. En ja, dat moet je respecteren. Dus Waterlandse haas is echt een specialiteit wat we heel soms in huis hebben. Ja, okay. En voor de vegetariërs onder onze kijkers, is hier ook genoeg te eten, neem ik aan? Ja, we zijn allround. We zijn wel vis en vlees gebaseerd. Maar helemaal als mensen van tevoren aangeven dat ze vegetarisch zijn, dan is het geen enkel probleem. Maken we een prachtige menu's voor. Okay. Ja. Nou, ik wil in ieder geval heel hartelijk feliciteren met deze ster. En we hopen heel natuurlijk dat jullie hem nog jarenlang kunnen behouden. Ja. Dat zou natuurlijk heel erg mooi zijn. En als Waterlander zijn we natuurlijk trots op zo'n bedrijf in ons midden. Nou, dankjewel. Ik ben trots dat ik in Waterland mag zijn. Dus heel mooi landschap, mooie natuur om ons heen. Het land brengt ons heel veel. Dat vergeten we wel eens wat hier in de buurt allemaal te krijgen is. En het is gewoon heel gaaf om hier een zaak te mogen hebben. En met een ster is het natuurlijk helemaal mooi voor ons Waterlanders. Okay. Hartelijk dank. Dankjewel. We gaan even in de keuken kijken. Ik dacht met mijn vraag, wat vindt hij zelf nou lekker? Misschien zegt hij wel gewoon poffertjes of zo. Maar hij houdt ook wel van lekker eten. Nou, we gaan even kijken in de keuken. Ik ga gewoon binnenlopen hoor. Oké. Het domein van de ster. We komen even kijken. Ben jij de sous-chef? Ja. Hoe heet je? Danny Ransijn. Okay. En wat ga je vanavond maken? Het ligt er net aan wat de gasten zelf kiezen. Het is van de kaart en voornamelijk is het verrassingsmenu. Ja. Dus à la carte kunnen mensen eten. Ja, dan hangt het er maar vanaf wat ze bestellen natuurlijk. Ja, zeker weten. Ja, hert of kalf of mul. Het is net wat ze zelf willen. Ja. Ja. Heb je het wel heel druk mee zeker? Het is voornamelijk in het begin van de week best wel rustig, maar van het weekend is het aardig druk. Ja. Nou, heel gefeliciteerd met de ster, want die hangt aan jullie allemaal natuurlijk. Dus super hoor, gefeliciteerd. Ja, dank u wel.